Lifetime in repeat. Leuk dat je kijkt naar deze extra video. In deze video gaan we de fysieke vaardigheidstoets van de politie behandelen. In de afgelopen tijd hebben we veel video's gehad, bijvoorbeeld als het gaat om het vuurwapen of geweldsbeheersing of andere zaken die je als politieagent moet doen. Vandaag gaan we kijken naar de fysieke vaardigheidstoets. Een toets die een diender, een politieagent, één keer per jaar moet doen en moet halen binnen bepaalde tijden. Maar nog belangrijker, wil je bij de politie werken, dan is deze toets ook een van de intake momenten die je moet halen. Dus daarom gaan we de toets lopen. Daar heb ik in ieder geval iemand voor uitgenodigd die voor mij gaat lopen, zodat ik hem kan filmen. En we gaan nog aan de IBT-docent vragen of we nog wat tips hebben. En we gaan hem eens even helemaal nalopen hoe dat in zijn werk gaat. We gaan zo de FVT-toets lopen. Kun je kort uitleggen hoe de toets gaat? Ja, hij bestaat uit 5 rondes. Er zitten een aantal onderdelen in die een relatie hebben met de praktijk. Het duwen van een auto bijvoorbeeld die aan de kant moet of over een muurtje heen springen. Nou, daar hebben we de kast voor. Het duwen van een auto is dan de kar. Het tillen van objecten zijn de ballen. 5 rondes in totaal, 3 lange rondes, 2 korte rondes en dan wel afgewisseld. Dus je begint met een lange ronde, opgevolgd door een korte ronde. Dan weer een lange ronde, korte ronde en je eindigt weer met een lange ronde. Nu eens even kijken wat Dwight er vanaf brengt. Ja, ik heb er volste vertrouwen in. Ik ook wel. Ja. Ja, let's go. Okay. Dwight, je gaat zo de FVT-toets lopen. Ja. Op welke tijd zetten we in? Of zet jij in? Ik moet onder de 3.19 en ik wil heel graag onder de 2.50. Oké. Okay. Dan wens ik heel veel succes. Dankjewel. Is dit nou een beetje waar je jezelf had ingeschat? Of baal je nog? Of denk je, ben je wel tevreden? Ja, ik ben redelijk tevreden omdat ik weet dat ik alles heb gegeven. Uh-huh. Maar 10 jaar geleden liep ik wel sneller. Ja, dat was je ook jonger. Dat is niet helemaal eerlijk, toch? Nee, oké. Okay. 2.45 is een goede tijd en het is belangrijk dat je ook, zeg maar, voor je collega's dat je mee kan met elkaar. Weet je? Dus als je samen op straat loopt, dat je kunt vertrouwen op elkaars fysieke vaardigheden, zeg maar. Yeah. Daarom is het belangrijk.
Het klinkt schors, man. Wat? Ja. Nee, die lucht is droog. Oh, is dat het? Ja. Maar voor de potentiële nieuwe collega's, voor iedereen die geïnteresseerd is in een baan bij de politie, moet je dit halen. Als je dit niet haalt, dan heb je huiswerk te doen.